surface but inside. Can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Hey, 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 hey. Please begin your sun salutations, transcendental in your meditations.
ik begin maar gewoon. Ik weet zelf ergens precies wat er op elke slide staat. Dus ik ga er gewoon op doorheen. Wat is Elise? Nou, waarom heb ik dit onderwerp gekozen? Oftewel, wat is Elise? De geschiedenis van Elise. Is heel eigenlijk gekker dan je zou verwachten. Wat eet Elise zo over het algemeen? Dat is het dieet. Elise naar natuurlijke habitat. En aan het einde natuurlijk een quiz. Waarom Elise? Omdat het is een, gewoon een leuk en interessant onderwerp. Professioneel tinderaar! Professioneel tinderaar. Your favorite artist natuurlijk. En real icon. Ik stond nog steeds niet net op de 123.000 keer. De geschiedenis van Elise. 2000. Zou je verbazen, maar omdat het is alweer 21 jaar oud. Bijna. Natuurlijk zoals bijna iedereen hier heeft haar edgy puberfase gehad te zien binnen het scherm. Dus geen openbare foto, ik had het nog de eerste. Volgens mij is ook ergens Lana Del Rey 7 keer gespot op Instagram, ik weet niet waarom. Ik heb ook nog nooit het hiervoor volgens mij gehad. Maar ja, er is blijkbaar een bepaalde betekenis. Misschien weet iemand anders het? Ik vind het heel mooi. Het is wel erg verdacht. Ja. Pas bij de edgy puber. Dan mag je later nog wat even zeggen. Oké, mag je later zeggen. De pony. Die is onder te zien. We kunnen dus niet alles zien. Maar daar is dus eentje dat je ziet hier zo. Dat ze helemaal nog geen pony heeft. Of pony, ik weet maar wat noemen. Hier dus wel. Vervolgens een paar plukjes. En helemaal niks meer. Dus ik had zoiets van, weet je, what's next? Maar, dan, wat eet Elise in het algemeen? Kut, ik ga niet eens lezen en open niet. Wat eet er allemaal? Een goed dieet van First Dates en Lang Leven de Liefde, natuurlijk. Zoals iedereen nodig heeft. Favoriete snack, Ryan Gosling. Weet jullie allemaal van de Ryan Gosling lookalike die hier ergens... Nee, dat is echt ons. Is die gast van First Dates? Die ober? Ja, die ober. En er loopt hier dus ergens iemand rond die Elise een soort van 20 keer al heeft gezien. Ja. Die lijkt op Ryan Gosling. No. Dus dus de volgend jaar zit die hier. voor de jongens. Een quiz. Oh my god. Vraag. Wat is dat woord? Knippernichelatie. Precies. Dat is eigenlijk... Misschien niet het eerste, maar misschien al anders het tweede waar ik het denk bij Elise. Gelooft Elise in? Ik weet niet wat ik daar allemaal zie, maar... Reïncarnatie. Heel goed. Een publieksvraag. Als wat komt Elise terug? Jigglypuff. Maki. Zo'n ringstaan. Daar lijkt zij echt precies op. Dat klopt wel. Ja. Ja. Die Julian, maar misschien was dat wel in haar vorige leven, dat kan ook. Oké, dat was eigenlijk meer puur om jullie te testen. Ik heb helemaal een kut antwoord ingevuld, want Dat is eigenlijk veel beter. Een raadsel. Wat is Elise wel en niet tegelijkertijd? Dus dat is maagd! Meer. Maagd! Ik had niet verwacht dat je het had gedaan. Nou, maagd. Ja. We gaan door. Bonusvraag? Oh nee, het is jouw arm. Jouw arm, jouw verjaardag. Ja! Let's go. Andere arm. Het is je allemaal vergeven. Wat dat betreft, maakt allemaal niet uit. Het is vergeven. Ik had nog een kleine speech, dus ook nog wat zoetsappers. In ieder geval... los van al deze gekheid, waardeer ik het inderdaad ook heel erg om gewoon hier een beetje te chillen. En heel trots op wat je allemaal tot nu toe doet. Met je muziek, met je stage. En ik hoop nog een keer dat boek te lezen, als dat er komt. Okay. Lieve Elise, hi. Ik had je in de gang al een beetje gespot wanneer je met Vince of met Farnas van lokaal naar lokaal liep of in de kantine zat te lunchen. Je hebt altijd al een open en vriendelijke houding gehad. En volgens mij heb jij een hele goede middelbare schooltijd gehad. En ik zag je altijd al een beetje rondlopen zo van, leuke meid.
Ik vind het altijd wel jammer dat je in die tijd niet hebt kunnen meemaken. Maar volgens mij hebben wij dit wel ingehaald in de jaren erna. Dat is een kleine recap. Nou, jij bent in september 2018 begonnen bij International Communication. Waarbij ik naar de AVT ging, waar ik onder andere Tim ben tegengekomen. En ook hebben wij in een korte periode na elkaar allebei onze exen leren kennen. Maar we gaan het vanavond niet over mijn liefdesleven hebben. Maar ik moet wel even wat kwijt over jouw loopavontuur natuurlijk. Ik weet veel mooie herinneringen. Bijvoorbeeld die avond met alle plus eens en Ilse. Die keren dat hij... Ik toen niet bij stil staan. Dat was echt heel cute. Dat was ook echt heel slecht voor jou. Het zit er nog steeds diep in. Ja. Nou ja, en die keren dat hij bijvoorbeeld eerder vrij was van werk en ons kwam joinen met de Disney film. Nee. Voor bezorgd hij mij ging DM'en toen jouw telefoon in Parijs kapot was gevallen. Minder leuke herinneringen hoeven we niet op te halen vanavond. Wat ik nog even wil zeggen, is hoewel ik soms zeg dat ik echt gek word van het praten over je, ik nooit wil dat je denkt dat je niet bij mij terecht kan. En ik heb daar later over nagedacht en ik hoop er wel echt voor je te zijn komend tijd en dat jij dat ook het gevoel hebt dat je dat kan. Ook al zie ik nu dat je al zoveel groeit bent op dat vlak. Laat toch wel een beetje zien dat je wel de goede richting op gaat. En ik moet dan ook nu al trots op je. Daarnaast lijkt het ook alsof je stap voor stap de goede richting op gaat met je schooljourney. Je hebt nu een leuke stage te pakken waar je ondanks de lange dagen volgens mij met veel plezier in gaat. Dit is namelijk nogal anders geweest. Dit klinkt wel een beetje zoetsappig allemaal. Maar ik moet ook wat tea in deze speech verwerken natuurlijk. Ik kon mijn laptop met gênante foto's niet meenemen zoals Arno. Maar ik maak er het beste van. Als een van je beste vriendinnen heb je me namelijk nogal wat dingen verteld en een rant soms. Oh god, ik weet echt niet wat er nu mogen komen. Nou ja, ik vind het wel jammer dat je niet... Ik kan geen dronken verhalen of zo delen, want ja. Maar ja, nuchter ben je al gek genoeg. Bijvoorbeeld, en ik ga niet in detail treden, maar de spicy dingen die je met Jur in de slaapkamer hebt gedaan, die je volgens mij niemand anders hebt verteld. Wou dat wel zo. Of de gekke maand dat jij wat ideetjes had om te doen met Arno. Waar het nooit van is gekomen. Waar we misschien ook maar niet veel over moeten praten. Nu het allemaal goed platonisch is. Of die date met de Jur lookalike. Die had een match waarbij je na 2 weken nog steeds zat van shit. Ik heb hem een knuffel gegeven in coronatijd. Je zat daar nog steeds mee. Het lijken allemaal verhalen van de gekke singletijd die je hebt gehad. Maar ik heb nog meer... niet liefde gerelateerd. Oh. We weten allemaal nog wel het verhaal van de telefoon die van 12 hoog naar 5 uur. Tim en ik in Amsterdam naar het seksmuseum zijn geweest om ons te vermaken terwijl jij het concertje zat zonder telefoon. Dat was zo lief. Hoe je altijd krampjes hebt en vaak windjes laat. Maar ja, ik laat ook boertjes en daar hou je ook niet van. Want hoe je me altijd spraaknamen stuurt en tussendoor zegt, oh shit, ik zit wel in de wc trouwens. Omdat ik dan niet de kraan hoor, maar het ander. Wel, geniet wel van deze kleine dingetjes van jou. En hoe wij, bijvoorbeeld als ik boodschappen doe, precies weet wat jij in je pasta wil. En wat voor snackjes je wil en andersom. Dus pinballs en milken. Yeah. En hoe jij niet eens een rater van mij wil aannemen, maar dan ineens een paar dagen later een snap stuurt dat je aan de whisky zit. Allereerst wil ik even zeggen, dat zie je er geweldig uit. Eens. Queensley. Of course. We kennen elkaar eigenlijk al sinds ons 12e, eerste klas. Maar ja, leefde totaal om elkaar heen. Maar ik weet nog wel dat wij elkaar toen al volgden op Insta. Twitter toen nog. Ja. Nou, toen altijd al wel een beetje dacht van, oh, deze meid die zo vrij met haarzelf, post alles wat ze wil. Wat ik niet deed. Nou, ik keek wel een beetje naar je op in die zin. Oh. Nou, ik ben wel blij dat jij uiteindelijk dat we elkaar hebben gevonden en vrienden zijn geworden. Ik vind het heel fijn om jou als vriendin te hebben. Ook al spreken we elkaar niet zoveel. Het voelt voor mij wel alsof jij er altijd voor me bent. Nou, als ik ooit mijn ei kwijt moet, dan kan ik altijd bij jou terecht. Ja, wat ik daarmee bedoel, we begrijpen elkaar op de een of andere manier heel goed. We zitten op hetzelfde level. Ik kan uren met je praten en ik waardeer je echt daardoor heel erg als vriendin. Ik hou echt van jou. Oh. En nou ja, alvast gefeliciteerd met je 21ste. Ik hoop dat het jaar heel veel goeds voor je gaat brengen. Dank Want you. This is gonna be your year, girl. Yes, baby, we're gonna make it. Good. Ik kan jullie alleen niet zo goed knuffelen om je te... Thank you.
7 is mijn geluksgetal. En eigenlijk 7 is het geluksgetal het, zeg maar, van de wereld. Dit komt echt zo soepel naar. Ja, je moet weten dat jullie allemaal heel speciaal voor mij zijn. Ja. En dat jullie daarom hier vandaag zijn. Het voelt ontzettend fijn om samen te wonen met mensen die me accepteren voor wie ik echt ben en waar ik het zo gezellig mee kan hebben. Op een manier denk ik dat ik jullie misschien nog wel beter leer kennen dan de rest van de mensen hier aan tafel. En nou ja, hoe mooi dat ook is, Mike, hou de wc-deur gewoon wel op slot. Ja, ik begin dat schat ik niet. Happy birthday to you. Happy birthday dear Lisa. Wow. Happy birthday to you. Weet je, misschien moet je het maar gewoon opgeven. Wat? Alles een slecht? Jezus.